We zijn bij La Cubanita. Gotcha! Fruitkios. Pannenkoeken. Ik uitsmijter. Dus dit ga ik nu allemaal zakken doen. We zijn nog even in de kostes. Maar kijk hoe leuk dit pak is. Hi guys, ik ben er weer met nieuwe weekvlogs. En ik heb er zoveel zin in, ik heb het zo gemist. Ik zal jullie even een update geven, want ik had dus even een tijdje niet geweekvlogd. En dat komt omdat ik in mijn tentamenweken zat. Dat is gewoon saai om te weekvloggen, als dat een woord is. Maakt niet uit, ik ben klaar! Dus ik kan weer weekvloggen en ik ben er zo blij mee. Ik heb één cijfer terug en dat is psychologie en daarvoor had ik een 8. Ik heb morgen alleen nog een herkansing, dus ik ben niet helemaal klaar, maar... Ik vind dat ik klaar ben. Goed, ik pak hem gewoon even erbij. Ik heb mijn haar helemaal niet gedaan. Ik heb mijn haar gewassen gisteravond en toen ben ik gewoon lekker gaan slapen. Dus het is helemaal, zo. Ik was om 6 uur wakker, dus Floor heeft alweer trek. En het is nu 10:15. Ik ben net thuis van mijn tentamen dus, mijn laatste tentamen. Voor als jullie gaan vragen wat ik aan heb, deze is van Kase of Case Official. Scrunchies van Lily en mijn broek is ook van Lily. Ik ga even iets heel erg lekkers maken, want meisje uit mijn klas heeft mij een tip gegeven voor wat ik moet gaan eten. En we gaan het gewoon testen. Ik heb het nog nooit gegeten, of nou ja, wel gegeten, maar niet gemaakt. Dus we gaan het proberen. Nou Judith, als je dit ziet, let's start. Oké. Ik moet een broodje snijden en daar moet ik ei in doen en gedoe. Dus dat gaan we doen. Broodjes, 2 eieren en kaas. Zoiets. Oh ja, deze moest er nu op. En dan moet ik hem omdraaien. Oh my god. Oké, dit is het mislukste broodje ever. Kijk één keer. Het ziet er toch vies uit. Maar aan de ene kant lijkt me het ook heel lekker. Want hier tussen zit dus ook nog kaas. We gaan het meemaken. Ik ga dit nu lekker opeten. En yeah. Oké. Kijk nou naar dit kunstwerkje. Oh mijn god. Dit is lekker. Het ziet er niet lekker uit, maar het is echt zo lekker. Oh, leuk dat ik nu weer kan vloggen. Want afgelopen weken zag ik echt, oh ik wil nu dit doen en dit filmen. Want ik had een microfoon besteld die is binnengekomen. Voor mijn gewone video's. Elke keer nee leren. Niet doen, want dan ben ik daar weer mee bezig en ik kan niet stoppen. En dan heb ik niet geleerd. Oké, dit is nu de status na tentamenweek. Hier liggen allemaal kleren, hier liggen wat schoenen. Het valt me nog best mee. Ik ga even mijn tas opruimen, ik heb hier allemaal troep in gegooid. Dit wil ik hier nog laten zien. Dit heb ik besteld. Kijk, het is van de Quantum, volgens mij. Dit is dus een marmeren rol. Oh, let niet op mijn vingers. Ik had ze heel mooi lang gelakt. Lange nagels, maar ik heb het gisteren allemaal afgebeten van de stress. Dus die ga ik gauw weer even fixen. Dit is dus een rol en dat leek me dus heel erg leuk. Want zoals je ziet, het is eigenlijk precies hetzelfde als dit. Hier had ik ook een keer een rol besteld en daar heb ik allemaal van die dingen van beplakt. Waar ik dit op had geplakt. Maar dit is bijvoorbeeld een heel lang stuk waar ik het op had geplakt. En dat gebruikte ik toen als onderkant voor foto's. Maar nu heb ik dus een nieuwe, want ik dacht dan wil ik deze bovenkant van het krukje. En daar wil ik de bovenkant van beplakken. En dan heb je zo'n heel mooi krukje met marmeren bovenkant. En hetzelfde geldt voor mijn kwasten. Dingen, houders. Dat vind ik heel erg mooi. Dat ga ik deze week even een keertje doen. Dat is ook wat ik nu ga doen. En verder ga ik woensdag en donderdag de hele dag werken. Dat moet ook gebeuren. En vrijdag ga ik dan video filmen. Een shoplog. De microfoon. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. En zaterdag ga ik met mijn moeder en mijn zus een fotoshoot hebben in Deventer. Dus dan neem ik jullie ook gezellig mee. Dus dat wordt heel erg leuk. Ik heb jullie heel veel bij moeten praten. Dat is dat. Ik ga nu even lekker mijn kamer opruimen. Nog. Jullie weten hoe mijn kast eruit zag voor bende. Maar ik had hem laatst in een avondje even heel snel mijn kast opgeruimd. En ja, dit hieronder, let daar niet op. Dit is wat ik allemaal weg doe, maar daar heb ik even geen ruimte voor. Ik heb gewoon daarop gepleurd zo. Oh, ik ben helemaal buiten adem, maar er is heel erg veel weg gegaan. En er gaat nog wel meer weg. Dit pelde helemaal uit en dit is nu gewoon helemaal mooi. Dus dit is weer een beetje clean. Nou, deze troep ga ik even ingooien en dan is het weer mooi. We'll be right back.
Oh, nou, mijn kamer opgeruimd. En ik heb een heel lijstje gemaakt. Want ik ga gauw Lisa, mijn vriendin, naar Nijverdal. Want we gaan allemaal nieuwe dingen kopen. Ik heb ook nieuwe BH's en zo nodig. We gaan gewoon lekker dingen kopen. En bij de Action heb ik een heel lijstje gemaakt. Allemaal meuk wat ik moet kopen. Dat ga ik ook nog doen. Ik had toch mijn mobiel gemaakt. Nou, schermpje helemaal leuk. Het is weer helemaal goed. Maar mijn geluid doet het dus niet. In ieder geval, als iemand mij belt, moet ik hem op de luidspreker doen. Dan pas kan diegene mij horen. En als ik gewoon aan het filmen ben, bijvoorbeeld op Insta zo, dan hoor je tuk, 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 tuk. Dus dat is ook niet goed. En dat was echt niet eerder zo. Dus dat is sowieso van de reparatie overgebleven, zeg maar. Dus ik had een mailtje gedaan. En ze belde me direct en van, goh, kom even gauw langs, dan gaan we er even naar kijken. Dus dat ga ik ook nog even gauw doen. Maar ik ga nu lekker Hollandse Got Talent terugkijken en lekker chillen. Oh ja, en de laatste tijd kijk ik ook heel erg veel naar Julia veel bij. Oké. Okay. Oh, het is er weer af. Oké, okay, kom. Gaan we samen kijken. Succes. Veel plezier. Ah. Nou. Wat ben je knap. Ga je poseren. Oh. Zo, oké, ik ben Marie Kondo gaan kijken. Alweer een van de laatste afleveringen volgens mij. En dit waren dus allemaal kleding. Nou, de helft staat nog niet eens van op United Wardrobe. Maar in ieder geval, ja, weet je, het ligt daar maar. En ik vind dat gewoon zonde. Dus ik ga dit allemaal in vuilniszakken doen. En dat ga ik aan mijn nichtje geven. Mag zij hier wat uitzoeken, mag ze alles hebben. En wat ze niet mooi vindt, moet ze maar aan iemand anders geven. Of gewoon naar de kring lopen of zo. Dus dit ga ik nu allemaal zakken doen. En dan ben ik er vanaf. Dan is die hele doos daar leeg. Zo. Twee hele volle vuilniszakken helemaal vol. En het is echt erg, want er staat ook nog een leerjasje in. En een triangle bikini. En sommige dingen hadden nog een kaartje eraan. Dus dat is echt heel erg. Maar ik ben echt blij dat ik dit weg kan doen. Dat is opgeruimd. Ik kom er net achter. Mijn tweede gaatje hier weg is. Dus die ga ik eens zoeken, want dat moet niet lang geleden gebeurd zijn. Maar ik denk vannacht of zo. Is wel vaker zo. Dit is echt een zielig zakje, echt. Maar dit ga ik doneren. Voor nu ga ik even dit pakketje inpakken. Dat is het enige wat ik nog even heb verkocht. En wat ik dus heel erg vaak doe, bijvoorbeeld dit jurkje, die was net te groot voor in dat verpakking wat ik heb. Ik moet ook nog even nieuwe verpakkingen halen. Doe ik gewoon bij de Action of bij de Bruna. Maar dan doe ik dus gewoon een vuilniszak eromheen. Maar ik, dit kun je ook met truien doen, want dat is natuurlijk super dik. Dan doe je hier de vouw. Die klap je weer dubbel. Dan heb je dus eigenlijk dit. Nou, hier zit het gedeelte. Dus dat ga ik weer helemaal strak maken. Zet ik hier een vouwtje. Stop ik die daar weer overheen. Tips van Floor. Oh my god. En dan is die zo plat als ik weet niet wat. Kijk. Zo, ik heb gedoucht en gesport en mijn huid weer ingesmeerd met die kuur. Mijn handen doen ik helemaal pijn, zie je dat? Nu even wat fruit maken en morgen tentamen, de laatste herkansing. Dus het komt goed en daarna ga ik nog even het terras op met vriendinnen. Yummy! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik ga me even klaarmaken. En ik heb vandaag mijn herkansing. Ik hoop dat die goed gaat. Wow, dit licht. Hebben jullie dat ook, dat je soms zo raar droomt? Ik heb dat soms echt. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik aan wil. Ik wil eigenlijk mijn nieuwe broek aan, maar die moet ik nog inkorten. Ik haat dit zo hoor.
zit erop. Ik ga me nu even lekker eten. Ik wou zeggen klaarmaken, maar dat heb ik al gedaan. En mijn haar zo nog even doen. Deze eyeliner is op. Ik heb er nog één, eigenlijk nog twee, maar die is eigenlijk ook op. En ik doe even mijn schoenen aan. Nou, dit is wat ik draag. Ik draag dit topje van Chicel. Die kennen jullie denk ik nu wel. Haha, dat draait grappig. Broek van Lily. En deze riem is zoals mij van de Primark gewoon. En deze Adidas schoenen. En gewoon nog even mijn frutsel van AliExpress. Heel veel vragen waar ik mijn frutsels vandaan haal. Hier heb ik nog meer. Deze is van AliExpress en deze. En ja, ze zijn zo fijn. En deze komt van Lily. En die dingen zijn ook zo goedkoop. Het is gewoon helemaal top. Ik ga nu lekker eten en dan ga ik naar school toe. Fingers crossed. En dan ga ik lekker daarna de stad in. Dan gaan we lekker terrasje op met wat meiden. Lekker. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik neem jullie gewoon gezellig mee. We zitten nu. We zitten hier bij de kater. De dames zitten erop. Lekker genie. Melanie heeft een lekker broodje carpaccio. Genie Benam en ik natuurlijk weer een dikke burger. Nou, eet smakelijk hoor. Eet smakelijk. Ik ben weer lekker thuis. Ik doe even mijn haartjes los. Het was super gezellig net. Lekker gegeten. Ik had een dikke burger. En nu zit ik zo vol dat ik niet meer ga avondeten. Want ik kan er echt niks meer van op. Dus lunch en avondeten in één gehad. De tentamen trouwens. Mijn herkansing ging super goed. Dat moet lukken. En eigenlijk kun je ook gewoon gelijk het resultaat zien. Aangezien het net zoals... Ja, kijk. Je moet een code invoeren. En als hij doet, dan doet hij het. Dus dan weet je dat je hem goed hebt. Dus ja, het ging eigenlijk alles daten. Dus dan weet ik eigenlijk al wel dat het goed is. Maar we wachten natuurlijk nog even af, hè. Dus nu ben ik officieel echt klaar en heb ik een weekje vakantie. Dan moet ik volgende week nog een week naar school. Dan heb ik echt voorjaarsvakantie. Dus eigenlijk slaat het nergens op dat we volgende week nog een weekje naar school moeten. Maar goed. Dus dat. Ik moet morgen alleen wel de hele dag werken. Daar heb ik echt geen zin in. En donderdag ook de hele dag. Maar dat gaan we gewoon doen. Ah, ik heb zo zeer buik. Ik doe even mijn riem op, hoor. En ik ga vanavond dus lekker een avondje niks doen. Oh, dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ga lekker YouTube filmpjes kijken. Ik hoef ook niks voor school te doen. Dus ik heb er echt zo zin in. Ik ga lekker douchen nog. Zo, ik heb make-up er even afgehaald. Oh, lijkt wel een lijntje. Ik kan zo niet tegen vette hap of zo. Ik krijg er zo'n zere buik van. En ik wil nog even een logo ontwerpen die je dan in de video hier zo kan zien. Of hier zo. Als je daarop klikt kun je abonneren. Hallo. Doei. Stokken zeg ik altijd. Over de stokken? Oh, ja. Yeah. Oh ja. Dat ding. Hoe doe je dat? De... Eerst gaan we springen over de stok zo. En daarna moesten we de front squat. Oh ja, die is leuk. Weer springen. Daarna de push press. Ja, weet ik veel. Daarna weer springen over de stok. Daarna de overhead springen over de stok? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Oh, ga ik dit echt doen? Nee, dit ga ik toch niet echt doen. Taarten gaan eten. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zit erover na te denken. Die taart die ligt er al 3 dagen in de koelkast volgens mij. Die is niet meer goed. Nee. Ik ga even naar beneden. Ik ga even kijken. Ik ga appelkruimeltaart eten. Ik ga appelkruimeltaart eten. Oh, ik haat mezelf. Je doet dat ook altijd. Als je iets pakt, iets ongezond of smoesjes brengt. Oh, ik ben ongesteld. Ah, ik ben zielig. Ja, ik heb wel echt goed mijn best gedaan vandaag. Dus het mag. Ja, ik heb gesport. Dus ik mag wel eten. Oké, ik denk dat heel veel dat laatste niet doen, maar zo ben ik wel. Wel lekker. Goedemorgen mensen, het is vandaag woensdagochtend. Ik moet werken, erg slecht slapen, dus ik ben echt moe. Het is niet anders. En mijn ontbijt is op, dus ik heb nu yoghurt met cranberries. Veel gezonder natuurlijk. Ik moet werken tot 5:30, dus ik heb echt een lange dag. Ja, en morgen hetzelfde. Ik haat regen. Top. Hi. Hey, wat doe je nou? Gemeen. Gotcha. En heeft hij zwart scherm hoor, ja hoor. Oké. Okay. Lekker chippies eten. Eten. Ik ga even lekker mijn make-up eraf halen en dan ga ik slapen. Zet me wekker iets eerder, zodat ik nog even kan douchen morgenochtend. Dat heb ik nu geen zin in. Goedemorgen, het is donderdag. Ik ga even snel douchen, want ik ben net wakker. En dan zie ik jullie zo. Zo, ik ga even mijn haar stylen. Helemaal gevangen. Oh my god. Ik ga even mijn haar stylen, aangezien ik ben... poedeltje ben. En ik krijg wel eens de vraag wat ik daarvoor gebruik voor mijn haar. Namelijk deze. Alleen eigenlijk dit. En dit spruit ik alleen zo
zei ik mijn spruit, ik bedoel spuit, in de puntjes van mijn haar. Dan kan ik het door. Dan ga ik het stylen. Oh, het licht is best wel blauw, hè? Dat komt altijd als het donker is buiten. En als ik voor mijn spotje zit, want anders is het dus zo. Ik ga even mijn make-up doen. En ik heb net deze opgedaan van Babor. En daar komt dus nog... Als jullie deze weekvlog zien, staat het al online. Dat staat in een shoplog. Daar heb ik dat zitten testen nog. Het regent dus. En ik heb net mijn haar gesteld. Dus dat is weer wat minder. En Laurens, die zie ik vrijdag maar heel kort. Want hij gaat met wat jongens gaat hij... uit naar zo'n Hollandse avond, vindt hij helemaal geweldig. Dus dan zie ik hem zondag weer. En ik blijf daar gewoon zaterdag slapen. Op jullie aanraden heb ik Carmex gekocht. Want heel veel zeiden dat dat voor droge lippen echt top is. En Blistex. Blistex. Ik weet dat je ze ook in gewoon zo'n andere lippenbalsemvorm hebt. Maar ik wilde dit gewoon even uittesten. Op dit moment ben ik bezig met deze. En ik vind hem echt super fijn. Nou, ik ben helemaal klaar. Ik doe even geen mascara op, want daar heb ik even geen zin in. Oh, dit moet ik echt een keer opruimen. Ik wil even een keer mijn ding weer opruimen en gewoon anders neerleggen. Ik heb hier ook allemaal poeder. Ik doe nog even grote oorbellen in. Welke horloge en mijn ringetjes om. Ik weet niet zo goed welke oorbellen ik in wil. Zo. En nu ga ik met die banaan. Oh nee, ik moet eerst nog eten. Ik draag trouwens, voor ik het vergeet, deze ketting weer van gisteren van Bombinelline Fashion Flavor. Nou ja, deze trui is van Lily. Super mooi paars. Die heb ik een beetje in mijn broek. En deze spijkerbroek is van Primark. Zo, ik ben weer thuis van werk. Oh, het is altijd zo kapot koud, hè. Dus ik heb echt de hele dag kou gevat. En hier is het zo lekker warm. Ik had een dikke sjaal en een dikke trui. Maar ik had het nog steeds koud. Ik heb twee sokken aan, omdat ik wist dat het daar koud was. Maar nog steeds had ik het koud. Mijn zus heeft heel erg lief. Alvast de pizza in de oven gedaan voor mij, omdat ik kapot veel honger heb. Hij zit echt nog net in. Verder heb ik ook nog mega veel dorst. Ik hoor iemand thuiskomen. Dat is Britt, denk ik. Want ze moest het pakketje ophalen. Nou... Wie is de gelukkige? Wow, wie is dat? Is dat een tv voor mij of zo? En zit hier een tv in? Weet ik veel wat het is. Hoe is wel groot. Ik een beetje meelopen? Gooien. Wow, kijk hoe groot. Maar in ieder geval, ik ga even drinken pakken. Want ik heb dorst. Oeh, dubbel fris. Dat had ik moeten filmen. Dus het gaat helemaal los. Half een uur thuis, dus dan kan de avond niet zijn. Ja, ik ga eerst rustig eten. Ja, dat snap ik. Maar dan gaan we naar. Ja, ik ga nu even lekker rustig aandoen. De hele dag achter de computer gezeten. En eten en dan gaan we naar papa. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik moet er vandoor. Ik heb een meeting bij Lily. Daar vertel ik later wel meer over. Dus daar ga ik heen. Dat is best wel vroeg. En daarna ga ik gelijk door naar de mobielmaker dingen die mijn geluid gaat maken. Als het goed is. En daarna ga ik filmen thuis, dus... Druk dagje en Laurens komt ook nog. Je kan het niet zo goed zien, maar ik draag dus witte trui's van bij H&M. Get off my back. Deze flarebroek is van Bershka. En deze hakken van Sasha. Doe even een tasje om. En ik ga er nu vandoor. Ik heb net even gegeten. En als je afvraagt waarom ik zo'n premier op heb, dat is puur voor het filmen daarna. Ik doe dit tasje meenemen. Ik doe dit tasje meenemen. My god. Ik neem dit tasje mee. Het is van Boohoo. En die past wel bij mijn Get Off My Back rode letters. Alleen dit is goud. En dit is zilver verder allemaal. Dus ik wil nog even een nieuwe clutch halen met zilveren gesp. Of met zilver... Nou ja, maar ik heb net zo'n ding. Dus als jij het leuk weet, let me know. Zo, ik ben thuis. Oh, het is zo koud, zie je dat? En nou, ten eerste ging de meeting... Of nou ja, meeting... Ik kan het nog niet echt zo noemen of zo. Maakt het niet uit. Bij Lily ging het heel erg goed. Daar hoorden jullie later meer over. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Ik weet hoe stom dat altijd is. Maar goed, dat is gewoon eenmaal zo. Dus daar hoor je later meer over. Ik ben echt super excited over. Nou, vervolgens was ik om 9 uur klaar. En om 10 uur ging de winkel bij waar ik mijn mobiel de vorige keer liet maken, gaat die open. Dus ik moest een uur wachten, maar de winkels waren half open, half niet. Dus toen ging ik even wachten en op een gegeven moment gingen de winkels open. Maar in Nijver hebben we helemaal niet veel winkels, dus op een gegeven moment was ik daar zo doorheen. Maar wel met het resultaat dat ik shit ging kopen. Echt allemaal prut ging kopen. Dus ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Heel erg snel. Oké, nou heel erg snel. Ik ben naar de Pets Place gegaan. Heb ik voer voor die kleine frutsel gekocht. En snoepjes. Want ja, dat vindt hij vast wel lekker. Mag ik open. Daarna, oh super handig trouwens, ben ik naar de, hoe heet dat? Vibra? Heet dat de Vibra? Volgens mij heet het de Vibra. Ja, Vibra. Daar, want dat was de enige die over was, maar je kan denken wat je wil, maar daar heb je soms echt leuke dingen. En handige dingen. Dus ik vond deze bakjes, waarom ik dit heb meegenomen is voor mijn handcreme.
Daarna ben ik naar de Zeeman gegaan. Want daar haal ik altijd mijn knipjes. Net zoals wat ik nu zo heb. Haal ik altijd knipjes. Dus dat heb ik gekocht bij de Zeeman. En ook nog dit. Want ik zag het liggen en mijne waren op. Dus vannacht moest ik het doen met die van mijn zus. En deze waren ook maar 50 cent. Ik hoop dat ze fijn zijn. Maar deze is van de Zeeman. Toen ben ik naar de Hema gegaan. Oh my god, ze hadden leuke dingen bij de Hema. Maar ik heb in ieder geval even dit hele chille grote notebook meegenomen. Dit is helemaal iets voor mij. Ik hou hiervan. Ik ben namelijk vroeger altijd verslaafd geweest aan... Sorry trouwens als ik het op het scherm druk, maar dat komt omdat hij niet scherp zat en mijn camera gaat bijna uitvallen. Wow, oké. Notebook met heel veel tabbladen heb ik nodig voor iets van Lily. Vertel ik je later wel. Dan de 1 en de 0 ballonnen. Voor als ik de 10.000 volgers heb op Insta komt er een foto. Deze slinger met sterretjes met glitter voor een video achtergrond. En als laatst ook deze F met zilveren glitters. Oh my god, dit is echt de ergste shoplog ever. Oké, deze F, deze kan aan van de Hema. En die glittert hierboven en dit is leuk voor achtergrond op de video. Dus, dat heb ik gehaald. Ik ga nu filmen en mijn batterij gaat uitvallen. En ik ben nog naar de phone shoppen geweest. Ze hadden dat microfoontje wat ze konden maken, hadden ze niet of zo. Moesten ze nog bestellen, dus daar moet ik morgen weer langs. Echt het doen, want ik moest daar heel lang verwachten. Daardoor heb ik al deze shit gekocht. Maar goed, dus daar moet ik nog lang. Sorry voor dit gaas, een shoplogje, maar het uitvallen en ja. Oh, mijn haar is zo vet. Ik moet echt even wassen, maar ik ben er weer. Ja, ik heb alvast een deel, of eigenlijk al de hele video geëdit die ik net heb opgenomen. En ik heb dus voor het eerst gebruik gemaakt van mijn microfoon voor op mijn camera. Maar hij is echt heel fijn. Maar je hoort een soort van ruis op de achtergrond. Ik weet niet hoe dat kan, maar hij zat echt goed in ingeplugd. Dus het is niet dat hij er half in zat. Dus dat was wel naar. Dus ik heb via iMovie geprobeerd dat een beetje te fixen qua corrector. Maar dat was niet helemaal de bedoeling. Dus ik hoop dat ik de reden ga vinden waarom hij een beetje zo'n ruis heeft op de achtergrond. Niet eens extreem of zo, maar je hoort hem wel. En dat wil ik niet. Daarvoor heb ik een microfoon gekocht. Dus daar moet ik even achterkomen of zo. Geen idee. Papa belde even, want ik had gezegd van die ruis. En hij zegt dat we hem waarschijnlijk gaan retouren. Dus waarschijnlijk ga ik hem dan terugsturen en iets anders kopen of zo. Een andere soort microfoon. Dus dan moet ik nog even kijken hoe ik dat ga doen. Zo, ik heb deze voer gehaald. Snel bij de Jumbo. En ze hebben iets nieuws. Kaascroissantje van Laplace. Dus die gaan we even proeven. Ik heb ook voor Laurens. Eigenlijk ook frikandelbroodje, maar die was op. Dus helaas. Nou, het is inmiddels half drie. En om 3 uur komt hij. Zo voor me. Dus ik eet alvast het kaascroissantje van Laplace. Ga ik opeten. En het kaasbroodje die eet ik met Laurens straks op. En dan heb ik voor hem een kroketbroodje. En ook een kaascroissantje. Zodat ik nog wel iets met hem kan eten. Dat vind ik het niet zo leuk. Want ik heb het gehad om samen op te eten. Zo, even opwarmen. Ik heb eigenlijk nog nooit een kroketbroodje gehad. Ik ga het nu voor het eerst straks even een hapje proeven. Ja, ik kan staan. Lauwie is er. Yo. Yo, en we gaan Steenrijkstraat Arnhem kijken. En net broodjes gegeten. Was lekker hè, die Laplace. Zeebos. Lekker patatje. Frekkels. Ja. Zo, ik heb lekker mijn make-up erover gehad. Ik ga in ieder geval even lekker douchen, want mijn haar is vet, zoals ik al 80 keer heb gezegd. En daarna ga ik lekker op de bank The Voice, de finale kijken. Ik vind het zo leuk. Duimpje omhoog als jij ook The Voice kijkt. Ik kijk dat eigenlijk nooit, maar ik weet, ja, vind het wel leuk. Ik ben voor Dennis, team Dennis. Dus dat. Kleren klaargelegd voor morgen. Het is een witte blouse en een spijkerbroek. En dat draag ik echt nooit, wel grappig. Maar ja, wel leuk. Even denken. Shampoo. Rituals. Silver shampoo. Oh, geen zin om dat in te trekken, maar ja, moet wel. Conditioner. Eenmaal allemaal verkocht. Dat was hem. Ja. Ik ga even lekker douchen en dan ga ik lekker even chillen beneden met chippies en drinken. Want ik heb echt weinig gedronken vandaag. Oeps. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik heb me al klaargemaakt, want ik heb een fotoshoot met dus Britt en mijn moeder. Alleen kijk, ik heb opeens halve slag, halve krul. En eigenlijk vind ik dat wel heel erg leuk natuurlijk. Waarom focust die niet? Ja.
Maar dat ga ik niet doen, want dan ga ik stylen. Want de achterkant is wel stijl en anders is dat echt lelijk. Ik weet niet hoe het kan. Ik denk met nat haar slapen. Dus ik ga even nog mijn haar stylen. En ik draag gewoon een witte blouse van H&M. Mega oud, ik draag dit nooit. En deze broek is van... Deze is wel echt heel mooi nu ik hem aan heb. Van de Only. Super chill. Met hier van die ruffles. En hij staat ook gewoon heel erg mooi. Ik ga straks alleen nog even mijn gympaar doen. Een beetje zo mijn broek doen. En misschien een riempje om. En even nog wat eten, want ik heb nog niet gegeten. Maar zie je dat? Maar het is niet overal zo. Dus ik ga het wel afstylen. Wel jammer. Want ik vind het wel leuk. Nou ja, die fotoshoot die is in Deventer. En dan gaan we eerst naar Rijssen. En dan daar met de trein naar Deventer. Want het parkeren was daar heel moeilijk of zo. Dus ik heb mijn highlight van Dior op. Ik hoop dat dat mooi op de foto is. Goed, deze die is helemaal open. Dus deze ga ik wegdoen. En ik heb alleen even, hoe heet dat, lippenbalsem opgedaan. Ik weet niet, ik wil toch een beetje, dat zit in mijn haar. Ik wil toch een beetje zo naturel mogelijk. Oké, ik heb wat dikke plamuur, maar een beetje de basis. Ik heb geen oogschaduw op, want het is wel echt zo'n foto wat voor heel leven hier in huis gaat hangen. En dat blijft dan gewoon goed, weet je wel. Dus niet dat je denkt, goh, wat had ik toen allemaal op? Welke geur ga ik op doen? Ik heb dus al de hele week Gucci Guilty op, maar die is zo lekker dat ik nu even een ander op moet doen. Ik ga voor deze Olympia. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben helemaal ready. Alleen niet meer. Dresscode. We zijn er. In de studio. En je hebt een heel mooie spiegel met lampen. Leuk. Mama heeft een lekker soepje. Ik uitsmijter en Britt heeft een heel bord carpaccio. Zo. Eet smakelijk. We zitten trouwens bij Brownies en Downies. Lekker. In Deventer. We zijn nog even in de kostes. Maar kijk hoe leuk dit pak is. Zo boven elkaar. Zo'n ripstofje. Beetje beige. Echt leuk. Dus dit ga ik even passen. En dit shirtje vind ik ook heel erg leuk. En je ziet het niet, maar dit is glitter. Dit. En ook de mouw. Heel erg leuk. Dus ik ga even passen. Dit is het shirtje. Oh, het ligt dus zo slecht. Hier beter. Kijk, hij is best wel leuk. Ik weet alleen niet of ik het voor 45 euro over heb. Maar ik vind het glitter zo leuk. Twijfel. Ik ga even het pak passen. Kijk dit. Veel te groot, dus dit wordt hem niet. Dit had heel erg leuk kunnen zijn. Zo'n pak. Maar niet bij mij, want ik ben veel te klein. Nee. Ik neem niks. Fotoshoot was trouwens super leuk. Vertel straks wel meer over. Maar we gaan nu gewoon naar Rituals en dan gaan we naar huis. Ronde 2. Oh my god. Deze zwarte flare met glitter. En oh, ga ik dit doen? Dit shirtje, heel vet. En nog zo'n rok. En zomaar maar 10 euro of zo. En deze is ook 10 euro. Maar dit moet je niet echt zo zien. Ja, je ziet het wel zo. Maar ik bedoel met een zwarte flare in de zwarte flarebroek of zo. Dus dan vind ik hem heel erg leuk. En voor mijn 10 euro. Het is een beetje zo'n koper brons bruin stofje. Daar hou ik wel van. Dat heb ik helemaal niet. Een hoog glitter. Helemaal mijn ding. Dus deze ga ik wel sowieso doen. Ja, deze vind ik heel leuk. Dan deze broek. Zo cool, maar hij schijnt door. Kijk, heel erg. Dus deze ga ik niet doen. Deze is ook 25. Maar hij schijnt door. En ik hou van zwarte flare, dus dat is wel jammer. En hij past best goed. Maar nee. Deze vind ik heel leuk. Deze ga ik ook doen. Deze is 15 euro. Er zit een soort panterprintje doorheen goud. Met street style. Ik vind het ook heel leuk met deze flare. Maar goed. Deze ga ik wel. Zo, ik ben weer thuis. Vandaag was heel erg leuk. Die fotoshoot was ook heel erg leuk. Dat had ik aan mijn moeder gegeven met mijn zus. Als cadeautje toen met kerst volgens mij. Want dat vond ze, zij zegt wel, zou je een keer zelf niet maken? En dan wil ze elke keer foto dacht ik van, goh, dat is net zo leuk om gewoon gelijk een goede shoot te doen. Dat is gewoon echt gelijk een goede foto. Dus dat hadden we dus vandaag gedaan. En het was echt heel erg klantvriendelijk. We waren in Deventer in studio 1001 of zo. Maar het was echt heel chill. Dus die gaan we gauw, krijgen we die opgestuurd, foto's die we hebben uitgekozen. En eentje laten we ook als cadeau voor mijn moeders verjaardag hadden we gegeven om één foto daarvan te drukken op hout in haar nieuwe kamer. En ik ben net terug van waar ik mijn mobiel heb laten maken, vorige keer mijn scherm. En ik heb dus even gefixt dat dat is gemaakt. Dus ik kan gewoon weer bellen en gewoon filmen. En nu ga ik, ik ben heel erg moe, dus ik wil eigenlijk een beetje chillen, maar ook wel een beetje prutsen. Dus ik ga gewoon een beetje mijn ding doen. Dit
is van de posttest. Dat ga ik even opruimen. En ik heb echt erg. Dus nog kerstdingen staan. Dus dat ga ik allemaal weghalen en opnieuw inrichten. Ook hier heb ik nog een rendier hangen. En een kerstboom staan. Dus dat ga ik maar even wegdoen. En hierin zitten nog kerstballen in die vaas. En daar had ik schelpen voor. Dat heb ik achter mijn spiegel altijd liggen. En daar zitten allemaal schelpen in. Zo, ik heb nu eventjes zo mijn make-up vanity. Hier gewoon, ik denk dat ik dat even een beetje zo neerzet. Nou, lekker prima. En dan hier gewoon mijn grote bak met labello's en dan lipstift. En ik wil nog dit bakje kopen zodat ik het helemaal kan uitbreiden. Want ik heb nog best veel lipstift wat gewoon geen plekje heeft. Dus dan kan ik dit gewoon nog uitbreiden met lipstift. En dan heb ik hier mijn parfum. Dus dat. En nu ga ik dat, die bladeren weghalen. Before. Tada! Kijk hoe mooi. Ik heb dit plakfolie dus van Quantum. En ja, het leek me leuk om bepaalde dingen dus marmer te plakken. Omdat ik hou van marmer. Kijk hoe mooi dit is. Tada! Hier zitten de schelpen. En hier nu gewoon zo. En zo. En daar zijn de dennenappels weg. Die kerstboom hou ik nog even. Of nou ja, dat boompje. Want ik vind het zonde om weg te gooien, want anders moest ik hem weggooien van mama, want ja, het is gewoon echt. Dus dat vind ik zonde, dus ik wil hem even houden. Dan heb ik hier mijn marmeren krukje met mijn sieradenbakje erop. Ik vind hem echt heel erg leuk. En dan zo, en dit zo. Dit is ook al veel rustiger, echt super chill. En dan dit zo, en hier heb ik afterhouders. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En nu gaan wij lekker pannenkoeken eten. Pannenkoeken! Lekker! Ik heb al twee klaar. Topper! Yeah! Kijk, mama heeft het toilet heel mooi customized, gepimpt. Met allemaal rituals, de groene. En dan zo. En deze lijkt echt zo mooi. En deze. Dit ruikt zo lekker. Leuk, mam! En ik heb lekker gedoucht. Even gewoon lekker de grote tranen en een legging. Want mijn vriendin komt zo. Dus breng me ook nog naar Laurens vanavond. Dan hoef ik niet te fietsen. Dus super chill. En omdat ik morgen ook ga uit eten. Of ik ga uit eten met mijn vader. En dus Laurens en mijn zus en haar vriend. Dus dan haalt papa me op bij Laurens. En dan kan ik dan ook gelijk naar huis. Anders moet ik weer naar Laurens afgezet worden en naar huis fietsen. En dat is nog wel een stukje, zeg maar, een eindje. Dus dat komt gewoon beter uit zo. Ik heb even heel klein beetje chips gegeten. Maar er zat er nog maar een paar in. Dus die is nu op. En voor vanavond heb ik gewoon lekkere stokjes met de heksenkaas. Kijk hoe perfect. Oh, dit is gewoon zo lekker. Ik heb dit voor vanavond. En kijk dit. Mijn latte macchiato. Was gewoon perfect. Ah, goals. Dat schaam is zo lekker. Ik draag dit nieuwe topje van gisteren van Costes. En mijn flair van de Sting. Het is trouwens zondag. Ik promoot nu Ajax. Toeks. Ja, dat wil ik wel. Nou, we zijn bij La Cubanita. Hallo. Lekker. Broodjes. Jesse heeft weer een patje. Oh, jij hebt al die al. Is het lekker? Nee. We zijn uitgegeten en het regent en nu zijn we snel aan het lopen naar de auto toe. En het is hier heel leuk met allemaal lampjes. Ik weet niet of je het ziet. Je bent doei! Ik ben gebeld. En wij zijn thuis. Oh, er zit iets. We gaan nog even tv kijken. En daarna gaat Laurens ook naar huis, want we moeten morgen gewoon naar school. Dus dit was ook de weekvlog. Ik zie je tot de volgende weekvlog. En bedankt voor het kijken. Doei!